Mijn naam is Nathan Rutjes en dit is... Lavezzi Rutjes! Zeker weten. En wij zijn een enorme fan van jullie programma, maar wij zijn ook fan van... Spider-Man! Spider-Man. En wat Spider-Man heel goed kan, is tegen muren opklimmen. En onze vraag aan jullie is, kunnen mensen ook tegen muren opklimmen? Wat denk jij, Lavezzi? Met plafondaflijm. Denk je dat? Ja. Ik vind het een heel goed idee. Ik denk misschien wel met magneten op je handen. En dat je dan zo de muur op kan klimmen. Hoe tof zou dat zijn? Wij zijn in ieder geval heel erg benieuwd hoe jullie dat gaan doen. Succes! Succes! Nathan en Lavezzi, wat een goede vraag. En die vraag hebben wij onszelf ook al zo vaak gesteld. Kan je als Spider-Man tegen een muur opklimmen? In de Checkpoint aflevering hebben we nu 3 manieren. Maar speciaal voor jou, Lavezzi, hebben we nog een manier bedacht. Ken je die films waarbij die ninja's met bamboestokken zo omhoog tegen een muur opklimmen? Oh ja. Dat een ring a bell? Nee. Nee. Ik dacht ook. Maakt niet uit. Als jullie het gaan doen, dan komt het allemaal weer terug. Ja, loop maar weer. Het idee is dat jij hier die bamboestok vasthoudt en met je voeten tegen de muur op gaat lopen en wij duwen jou ondertussen omhoog. Oké. Maar eigenlijk moet je het gewoon even doen en dan heb je echt wel een goed beeld erbij. Want ik snap ook dat jij denkt, Lavezzi, wat is precies de bedoeling? Vind ik dit nog interessant? Klik ik op een ander kanaal? Nee. Geef ons even een kans. Dit wordt heel erg Spider-Man-erig en ook heel erg ninja-erig. Oké, kom. Yes, ja. Jij moet hier vasthouden. Wij gaan jou hier helpen. Ja, klaar? Ja, kom maar. 3, 2, 1. Nog één keer, nog één keer. Oké, 3, 2, 1. Ja, go, go, go! Oh. Ja! Ah, lekker! Wat, dat dit gewoon werkte. Supergoed, hé! Toppie! Hey, Lavezzi, dit was toch best wel nice? Dit is echt de perfecte manier om boven te komen en Spider-Man zou het zo kunnen gebruiken. Hoe sick! Lekker bezig! En bedankt voor je vraag. En groetjes aan je vader.